Ja, jij denkt nog steeds dat hij naar Brussel gaat hierna, hè? Hij zegt zelf dat hij leraar wordt. Nee, ik bedoel dat hij daar gaat vergaderen. Oh, dat hij gaat vergaderen daar, ja. Ja. Ik dacht dat als hij klaar is, dat hij dan in Brussel een functie aangeboden krijgt. Dat zal misschien vast, maar... Oké. Wat vond je er trouwens van dat ze het in Groningen presenteerden? Want Vera Bergkamp, hoorde ik nog zeggen, dat is ook uniek dat dat met een... Ik zag een foto van die boerderij waar dat gebeurde. Het leek me een beperkte ruimte, eerlijk gezegd. Misschien hadden er meer mensen naartoe gewild, maar die konden er neem ik aan niet in. Nee, er waren ook mensen die volgden op afstand in een boerderijtje. Oh, op afstand in een boerderij. Ja, via zo'n schermpje. Dus ja, ik vond het wel... Het was wel schilderachtig, maar of dat nou nuttig is, dat is vers 2. Nou, de reden was, het is in de regio waar het gebeurd is. Oh, het is in de regio. Ze hadden ze daar geen grotere zalen of... Ja, vast wel. Maar goed, los daarvan. Wel goed toch dat ze het dan daar doen waar de mensen ook aangaan, toch? Jawel, maar dit is allemaal in de orde van symboolpolitiek natuurlijk. Ik val me nog mee dat Rutte is niet komen fietsen van Den Haag. Hij was er niet bij. Hij heeft een vakminister of vakstaatssecretaris, heeft hij die veldbrief, toch? Ja, nou misschien kan hij nog eens een keer komen fietsen of zo. Maar daarvan zeggen ze ook dat is bewust, want daarmee schuift hij dus op de vakinhoudelijke mensen af en dan raakt hij altijd hem bij hem altijd hetzelfde patroon. Hij durfde nu niet te zeggen van dat hij er eigenlijk niet direct bij betrokken was, maar omdat hij evident er wel direct bij betrokken was. Maar dat is natuurlijk ook zo'n bekende Rutte-term. Hè? Ja, ik was daar toen niet zo direct. Nou, enzovoort. Ja. Waarbij je denkt. Nou, je hoort toch wat analisten die zeggen bij die verkiezingen nu wordt het toch afgerekend met de VVD. De VVD gaat dit merken. Ja, maar en waarmee? De VVD heeft bij de vorige Provinciale Staten, wat heeft de VVD? Toen hebben we de FVD gehad. Niet van de regen in de drup, maar van de regen in een soort proto-fascistoïde orkaan. Hè? Ja. Dus ik bedoel, de kiezers weten natuurlijk ook niet precies wat voor verstanders ze moeten doen in zulke situaties. Nu zul je zien dat er weer een nieuwe, want daar hebben we het ook al over gehad. Wat een armoedeverschijnsel zijn die rare electorale erupties in Nederland. Ik begrijp dat wel, dat zijn mensen ontevreden en die weten ook niet precies welke kant het op moet. En die stemmen dan op de zoveelste messias die door de media wordt opgeserveerd. Op een trekker deze keer. Ja, en dit nu op die trek. Vond wel dat John Deere, en daar stond weer zo'n hele rij van die trekkers. Waarom kopen ze alleen maar John Deere trekkers? Dat begrijp ik niet. Die zullen heel goed zijn, ja, denk ik. Ja, kennelijk. Man. Het was een reclame van hier tot Gunther. Of hij is de enige die het maakt. Nee hoor, je hebt toch ook andere bedrijven die grote trekkers bouwen. Bij John Deere is kennelijk. Ja, ik weet niet. Misschien krijgen ze in Nederland speciale kortingen. Omdat ze natuurlijk altijd in het nieuws zijn met die trekkers. Hè. Ziet dat de trekker natuurlijk een demonstratie-instrument die eerste klas geworden is. Ja. Ik heb al eerder gezegd, ik werk er nog aan. Ik ga een trekkerbedrijf beginnen. Trekkervuurbedrijf. Gaan we niet mee ploegen, dan gaan we alleen maar demonstreren. De buurman pakt zijn spullen voor de wintersport in. En nou ja, hij heeft ruime mogelijkheden, maar hij maakt de indruk dat hij voor een half jaar vertrekt. En zijn vrouw komt ook alleen maar steeds weer met nieuwe tasjes. Wintersport. Ja, dat heeft iets, ja. Ik heb wel meelijden met hem dat hij het in moet pakken. Ik ben wel ook zo blij. Mijn zoon is ook vertrokken naar de wintersport natuurlijk. Met mijn auto. Maar ik was ook zo blij dat ik niet in de wintersport hoefde. En had hij ook zo'n volle achterbak? Want deze meneer heeft... Hij heeft ons een foto toegestuurd van... Lekker volgepakt. Ja. Oh, hij gaat nu de klep dicht doen en die gaat nog dicht. Of niet? Oh, nee. Nou, het valt niet mee. Nee. Kijk, je ziet ook dat hij heeft iets leidzaams over zich gekregen. Ik moet natuurlijk helemaal niks zeggen over mijn brave buren. Want die zijn Dit verdienen is, knip dit er maar uit. Gaat het hondje ook mee, of niet? Ik denk het wel, ja. Ze hebben ook een hondje, zag ik, ja. Maar ze gaan de skis of de snowboards, wat ze doen, daar hebben ze er nog niet bij. Dus dat zullen ze daar dan wel huren. Ja, ik geloof dat tegenwoordig allemaal ter plekke gehuurd wordt. Ik nam het altijd mee. Dat gooide ik dan in de achterbak. Maar het gekke is dat ik zo dankbaar ben dat ik niet met de wintersport hoef. Nee. Ik nam ook altijd eten mee vanuit Nederland. Ja? Ja, dat kun je daar natuurlijk ook halen, maar dan heb je allemaal spullen. Dus typisch Nederlands, hè? Ja, dat heb ik wel begrepen. Dat mensen 3 weken naar Spanje gaan en dan een halve ton aan ertessoep bij zich hebben. Dat is wel vrij wonderlijk. Ja. Okay, dan je weet dat Nederlanders geweldige reizigers zijn. Ja. Ik geloof dat wij meer dan normaal met vakantie gaan en ver weg gaan. En nou ja, het is een ondernemend volkje, hè? Ja.
Hey, zou jij er wel voor openstaan om een keer met Rutte in debat te gaan? Bijvoorbeeld in zo'n podcast of ergens anders? Ja, als hij dat wil, maar ik neem aan dat hij eerst dan aan zijn assistent vraagt om een paar van die podcasts te beluisteren. Dat hij dan zal zeggen, liever niet. Ik zie er het nut niet van in. Want Jair, die vroeg, die verslaggever van Jinek, die vroeg aan Rutte of hij met de BBB-mevrouw in debat wilde gaan. Maar dat had hij toch echt geen tijd voor. De agenda was helemaal vol met allemaal activiteiten. Ja, als hij met de BBB-mevrouw, die nou benen een Kamerlid is, ik heb verder geen enkele politieke positie van enige betekenis per Kamerlid. Ik ga niet op voor het Kamerlidmaatschap. Maar wel de stem van het volk. Ik heb geen politieke toekomst. Ik ben ook zeker niet de stem van het volk. Nee? Nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar ik denk toch dat veel mensen, dat krijgen we toch ook wel eens door. Ja, we zijn het wel eens met die Van Rossum, wat hij allemaal zegt. Nou ja, je hebt ook mensen die vinden mij een hele levensgevaarlijke linkse activist. Ja, communist. Communist, ja. Ja. Stalinist, communist. Oh, Jezus, gaat lekker piepen. Ja. Dat is ook zo wat met die moderne auto's. Mijn auto maakt ook allerlei geluiden waarvan mij niet de reden niet duidelijk is. Dat is zoiets raars. Ik heb de hond nog wel eens in de auto zitten. En dan ga ik naar de supermarkt. Dan kom ik terug en gaan de alarmen af. Omdat hij zat te bewegen in die auto. Ja, dat is wel, vind ik wel zielig voor die hond. Schrikt hij daar niet van dan? Ja, nou ja, dan moet ik hem heel snel weer uitzetten. Je hebt auto's met een hondenstand, wist je dat? Nee. Ja, Tesla's hebben een hondenstand. Wat houdt dat in dan? En dat je, als je de hond achterlaat in de auto, dat hij dan, dat de auto ervoor zorgt dat het juiste milieu voor de hond wordt bewaard. Okay. Wordt niet te warm, wordt niet te koud. Nou ja, echt dat die hond denkt van, ah, het is lekker zitten hier. Ah, okay. Dus als het 40 graden buiten is, dan zet hij de airco hard aan. Dus ik keek op dat scherm van dat ding van mijn zoon. En dan zag ik een hondenafdruk van een hondenpootje. Dus ik zei, wat zullen we nou beleven? Ja, dat is de hondenstand. Het is op zichzelf. Wel creatief natuurlijk. Ja. Nou, daar heb je voor de rest niks aan, maar ja. Je andere huisdieren hebt. Ja, katten zet je niet zo snel in de auto. Nee, die waren wat. Overigens reageren katten heel wisselend op autotransport. Wij namen de katten nog wel eens mee naar Texel. Oh ja. En sommige katten die gingen gewoon liggen pitten. En die maakten geen probleem. Je had ook katten die belangstellend door de vooruit gingen zitten koekeloeren. Maar je had katten die in permanente paniek waren. Dat is echt tragisch. Ja. Die moesten voortdurend geaaid worden en zo. Maar dan nog zaten ze te jammeren, zeg, alsof het een marteling was. Ja. We hebben nog een brief gekregen van iemand die zegt of je juist kunt uitleggen hoe nou via de provinciale verkiezingen de Eerste Kamer ook gekozen wordt, getrapt. Want daar is weinig aandacht voor, schrijft deze meneer. Ja, dat is ook een heel ingewikkeld proces bij mijn weten. Want er zijn ook altijd reststemmen. Want je weet, er is een speciale reststemverzameling die ook in de Eerste Kamer zit. Dat is de provinciale partij of zoiets dergelijks. Die heeft ook een zendtijd voor politieke partijen. Oké. Okay. En volgens mij is dat. Maar goed, ik weet het dus niet. Ik heb me nooit verdiept in die rekenbasis. Hmm. Het is een wonderlijk en complex systeem. Zoveel weet ik er wel van. Ja. Ja, zelfs Thorbecke was tegen de Eerste Kamer. Ik was altijd erg voor de Eerste Kamer als genre de reflexion. Want ik begreep van Eerste Kamerleden die ik kende, nu al lang niet meer natuurlijk, maar goed, die vertelden mij dat heel veel wetgeving van de Tweede Kamer ontzettend slordig is en haasje repje tot stand gekomen en dat het dan de Eerste Kamer een hele nuttige corrigerende functie kon hebben. Maar de Eerste Kamer is natuurlijk door de politieke ontwikkelingen sterk gepolitiseerd geraakt en dat is naar mijn idee helemaal de bedoeling niet.